En de start is gevallen en inderdaad dat nummer aan de binnenkant geen probleem voor Robin Bakker en zijn Carola van Unia en die snelt naar de leiding maar er komt een paard aan met grote stappen aan de buitenkant en dat is Banterboy terug uit Zweden neemt nu plaats op de reling en daarachter volgt dan in derde stelling aan de binnenzijde Calypso Bravado. Dat is de volgorde als de deelnemers de bocht ronden. Achter Calypso Bravado komt een deelnemer door in vierde stelling. En die deelnemer in vierde stelling is niemand minder dan Beat de Blue. Deze heeft wat voorsprong genomen op het laatste drietal daarachter. En die moeten dan alle zeilen bijzetten om de aansluiting weer te bewerkstelligen. Als aan de overzijde van de baan er een nieuwe koploper komt. En dat is paard nummer 8, Banterboy. Banterboy heeft een lengte voor. Op de tweede plaats hebben we dan Carola van Unia. En in derde stelling aan de binnenzijde is het. Calypso Bravado. Op Alkmaar lijkt hij altijd wat groter. Achter Calypso Bravado volgt dan aan de binnenzijde paard nummer 5, Beat the Blue. Dat is het leidend kwartet. Zoals de deelnemers zo dadelijk afkomen op de rechte lijn voor de tribune. Na een opening in een hoge 16 is het tempo ja, er nog altijd wel. Want Bas Krebas heeft duidelijk een paard voor de kar dat het moet hebben van een beetje tempo in de koers. En hij komt met Banterboy nu in de rechte lijn voor de tribune. Op de tweede plaats hebben we dan Carola van Unia. Derde daarachter Calypso Bravado. Dan Beat the Blue. Aan de buitenzijde Bolivia Charisma. En die flankeert daarbij Afke met Jan Demming. En dat zijn op dit moment de paarden die hier uh, de lakens uitdelen. En dan heb ik er één niet genoemd en dat is Anne K. En die sluit inmiddels ook weer aan in het tweede spoor daarachter. Deelnemers rond de bocht hebben een kilometer erop zitten in 197, Maar Stefan Schoonhoven gaf het al aan: het pad is zwaar. Dus voor deze windsomklasse is dat helemaal niet onaardig. En het is Banterboy die het veld op weg naar de overkant van de baan brengt. Maar er komt reactie: Beat the Blue. Stefan Schoonhoven achter tijd rijp om zijn Beat the Blue in stelling te brengen. En het is de zoon van Nijinsky Blue die in het tweede spoor oprukt. Maar nog zeker niet bij de koplopers gearriveerd is. Wat ook Robin Bakker achter tijd rijp om zijn Carola van Unia in stelling te brengen. We gaan af op. De laatste bocht. En het lijkt haast wel een mooi succes te gaan worden. voor de stal van Bas Crebas, Want Calypso Bravado. die vecht zich binnen door naar voren. Maar Robin Bakker. hij zit nog vrij rustig. schudt zijn merrie even wakker. en er is gelijk reactie. Met hele mooie stappen. komt hij tot schuin naast de koploper. En Bas Krebas. die uh, houdt zijn uh, nummer 8, Banterboy. goed bij zich. We komen af op de laatste rechterlijn. Ook de Blue. heeft zijn laatste kaarten nog niet uitgespeeld. En we komen in de laatste rechterlijn. met Banterboy aan kop van het veld. Hij heeft een halve lengte voor. Aan de buitenzijde dan in de aanval. die Carola. Van Uitgeschakeld Helemaal drie, aan de buitenzijde. Beat the Blue. Drie. En een galop paarden daarachter voor Calypso Bravado. Dit is de laatste rechte lijn. En daar komt Robin Bakker nu met elke stap dichterbij. Hij is ernaast, hij is erop, hij is erover. En hij houdt woord voor de wedders. Op weg naar de finish Robin Bakker. Na een gemakkelijke overwinning. Carola van Unia is de winnaar. Op de tweede plaats. Paard nummer 8 Banterboy. En derde wordt dan de 5 Beat the Blue. 2-8-5 voorlopig. De deken gaat mee met stal Marcel Hauber.